De kermis bestaat al eeuwenlang en de Tilburgse kermis is zelfs al bezig aan zijn 452ste editie. Bert van Houtem van de Stichting Kermis en Cultuur legt uit waar de naam vandaan komt en hoe de huidige vorm van de kermis met zijn draaimolens is ontstaan. Bert van Houtem van de Stichting Kermis Expo en Cultuur, want het is ook cultuur hè. Die kermis is lang geleden ontstaan, eigenlijk al eeuwen geleden. Wat weten we daarvan? Nou, je zei het zelf al, cultuur. Nou, als er iets cultuur is, dan is het de kermis. Uit de eind de jaren, of de eeuw 1700, eind daarvan, dus 1795, toen is ongeveer de kermis ontstaan. En die is ontstaan door de kerkmis. De kerkmis, dat was een nieuw altaar, er werd ingezegend en de priesters die haalden mensen erbij. Er werden kraampjes omheen gezet, dat was gewoon feest. Ieder jaar werd hij herhaald in de dorpen en van daaruit is eigenlijk de kermis ontstaan. Zo is het eigenlijk gebeurd. Ja, we zagen straks een oude prent, een hele oude prent. Want ja, jullie hebben als kermisstichting, kermiscultuur, eigenlijk al dat soort materiaal gedocumenteerd. Honderden, duizenden foto's. En hier natuurlijk ook die expo, maar ook heel veel kennis over de kermis. En dat was een hele oude prent hè, die we zagen. Ja, dat was een prent uit de 19e eeuw, 1800 en zoveel. Ik denk het begin 1810 zoiets. En de kermis is ontstaan met attracties. En dat was, dat noemden wij dus de slingerpaal. Er was één paal in het midden en daaromheen touwtjes. En de kinderen die konden slingeren. En nadien is daar eigenlijk de draaimolen uit ontstaan. Eigenlijk is de draaimolen het hart van de kermis. In zekere zin komt daaruit, dat is eigenlijk de grondslag van de kermis. Die wij nu kennen is natuurlijk een moderne kermis. Aangepast aan de tijd, maar zoals wij hier op de historische kermis nog zien, de draaimolen staat er nog steeds. En dat is heel belangrijk iets, dat vind ik. Ja, want eerder hadden we het over die kermis. Die kermis is toch in de loop der jaren, tientallen jaren, enorm veranderd. Hè? We hebben zelfs een roze maandag erbij gekregen, een Caribische donderdag. Nou, noem het op, het is er allemaal gelijk. Hoe komt dat? Hoe is dat gekomen? Ja, het is natuurlijk zo dat de dorpskermis en de stadskermis, en zeker Tilburg, twee wezenlijke verschillen hebben. In de dorpskermis was in het dorp nooit niks te doen, alleen met de kermis. Maar in de steden waren 10 keer veel meer te doen. Er waren schouwburgen, er waren commissaricussen. Maar ook de kermis, de jaarlijkse kermis. En in Tilburg is heel lang dus dubbel die spot in de cafés en zo overal. Heel erg, dat was kermis. Die deden ze met de kermis openmaken. Ze hadden money en ze konden kermis gaan vieren. En dat was zeer gezellig, en zeker in de danstenten overal. Het was echt nostalgisch. En dat missen we op dit moment wel heel erg. Ja, dat hoor je ook nog wel, hè? Dat de Tilburgers soms een heel jaar spaarden voor die kermis. Hè? En misschien wel in andere steden ook. In die oude tijd, zeg maar, om het zomaar eens even te zeggen, werd er nog flink gespaard voor die kermis om dan echt een keer los te gaan. Ja, er werd flink gespaard. En ja, juist voor die Tilburgse kermis, die was toen nog niet zo groot als die nu is. Maar ik kan me nog herinneren, in 1948 ben ik voor het eerst op de Tilburgse kermis gekomen. Toen was er maar een kleine kermis. Maar mijn vader en moeder en mijn tante, die woonden in Tilburg. Mijn vader en moeder, maar die tante. En die had een flinke poep geld. En ik mocht overal in. En ik ging het liefst in de draaimolen. Hè. Nog steeds, hè. Hoe is het gekomen, Bert, dat die kermis zo groot is geworden in Tilburg? Waar is dat vandaan gekomen? Wie heeft dat bedacht of geïnitieerd of gestimuleerd? Ja, omdat de kermis in Tilburg, bij de Tilburg zo heel erg goed in de mars lag. Iedereen die wou, ze spaarden. Sertogenbos, daar is carnaval. En daar heb je Oeteldonk. Daar wordt precies einde over gedacht. De Bosse kermis is echt niet zo groot. Maar hier in Tilburg was het niet anders dan die kermis. En dat is langzaamaan, iedereen wou hier naartoe komen. De reizigers die zeiden, nou ik moet naar Tilburg, want daar wordt gespaard. Daar kunnen wij geld beuren. En zo is de kermis wel een beetje opgefokt hierin. Naderhand zijn die kermissen allemaal bij elkaar gekomen in één grote kermis. Dat is nu de grootste kermis van de Benelux. Nou liep ik zaterdagavond over de kermis. Ik hoorde links hoorde ik Oost-Europees praten, Pools waarschijnlijk. Voor me hoorde ik Pools praten, achter me en volgens mij rechts ook nog van mij Pools. En zo ongeveer was het zo'n beetje, Bert. Veel internationaliteit, hè? Veel nationaliteiten en ook heel dynamisch is die kermis geworden. Hè? Nou, daar is ook helemaal niks mis mee natuurlijk. In deze tijd is het ook zo dat we dus moeten inburgeren met andere mensen. En daar wordt ook de kermis op aangepast. Dat kun je overal aan merken. Laten we nou teruggaan naar 27 jaar of 28 jaar geleden al. Ik denk dat langer geleden is. Dat de Roze Maandag erin kwam. Dat was in die tijd een iedereen kwam kijken, want dat wou iedereen zien. Ik merk nu, na 30 jaar bijna, dat die Roze Maandag er is.
dat het toch wel iets terugloopt. Althans het publiek. Het publiek vindt het voortaan wel goed en die vindt die roze maand is wel leuk, maar we gaan er niet meer voor speciaal naar de kermis. Dat merk ik goed. Dat kan ik zien hier nou. Nou, verwacht ik van de Polen geen probleem. Dat is toch echt christelijke cultuur. Europese cultuur zijn ook kermissen gewend. Katholicisme is in Polen heel sterk vertegenwoordigd. Dus ja, kermis, daar zijn ze absoluut mee bekend. Maar ik kan me voorstellen, andere culturen, islamitische cultuur, noem maar op. De Indonesische, Surinaamse. Nou, Surinaamse is misschien ook wel Nederlands nog georiënteerd. Maar heel veel andere culturen komen erbij. Zie je daar een probleem, Bert? Dat die kermis accepteren, adopteren. Dat die kermis daar in die culturen ook groot blijft en groot wordt. Is daar een probleem? Nou, het is eigenlijk, de kermis op zich moet kermis blijven. Daar vind ik dus, daar ben ik dus helemaal mee eens. Maar de nevenactiviteiten, die worden anders. We krijgen dus een, ik zei het net al, de roze maanden is al een nevenactiviteit die wij dus, die Tilburg dus erbij gehaald heeft. En nadien heel veel andere gemeentes. Maar je kijkt maar naar andere. En wat je net over had, het geloof, natuurlijk, kermis komt uit het katholieke geloof. En dat merk je ook in Limburg nog steeds. Limburg in Weert is een Bourgondische kermis. Die is niet zo commercieel als Tilburg is. Dat scheelt stukken. In mijn ogen, maar ik kom ook in Weert en ik kom ook in Maastricht. En dan merk ik dat daar toch een andere sfeer hangt als hier. Ja, dat moet ik eerlijk toegeven. Dat is... Elke stad heeft zijn specifieke sfeer, maar ook misschien toegevoegde waarde of andere inbreng, zeg maar, hè? Ik denk dat Tilburg voorop loopt met nevenactiviteiten. En als het nou goed lukt, dan gaan andere kermissen daar meteen mee aan de slag. En dat is echt zo hoor. Want als ik dan kijk, ja maar luister eens, daar heeft Tilburg al jaren. En dan komen jullie plotseling met die roze dinsdag of een roze donderdag. Hebben jullie nou ook niks nieuws, denk ik bij mijn eigen. Wel moet ik zeggen, er zijn veel nevenactiviteiten die na een paar jaar helemaal weg zijn. Die komen echt niet meer terug. Maar ja, zoals de Roze Maandag en onze expo, die al voor de 17e keer draait, dat is toch wel een fenomeen. Er is geen één gemeente in Nederland die zo'n mooie expo heeft als hier in Tilburg, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om te blijven experimenteren, want ja, je ziet alles verandert, cultuur verandert, we hebben meer attractieparken gekregen. We zien die hele entertainment business enorm snel veranderen. En ik denk dat het wel belangrijk is om te blijven experimenteren, want anders ja, dan wordt de kermis misschien een fossiel. Maar dat experimenteren, dat hoort ook bij de attractieparken. Als je niet blijvend aanpassen en niet blijvend die PR uitdragen, dan krijg je ook een teruggang van bezoekers. Maar de kermismensen, dat zijn reizigers. Die reizen van het een naar het andere. Dat kan altijd anders zijn, niet altijd, maar het kan altijd anders zijn. In Nederland loopt voorop met verschuiven van attracties. België, die hebben een vaste, als je in Turnhout komt, zie je al jaren dezelfde kermis. En precies naast elkaar. Dat is in Tilburg toch wel anders. Het wordt hier toch wel, op dit plein, en de Koningsplein, is al voor de derde keer verzet. We hebben al voor de derde keer een aanpassing gedaan. Weliswaar wel met dezelfde attracties, maar wel gevarieerd aanpassen. En dat vind ik toch wel goed. Dat moet toch wel gebeuren. Is de kermis veel veranderd in de loop der eeuwen, Bert? In de eeuwen heel veel. En in mijn tijd al, hè. Maar ik kan me eigenlijk nog herinneren, ik ging de hele dag te kijken naar de zweefmolen of naar de ouderwetse bosautootjes. En dan lig ik de hele dag aan die schommeltjes. Je ziet ze bijna niet meer. Allemaal weg. Het moet nou, hoog gaat ie. Het moet omhoog en hard en snel en zo is het nog eenmaal. En het is niet meer voor de ouderen en ook niet meer voor de jeugd. Het is voor de middenklasse die eigenlijk die snelheidmolens doen. Oudere mensen zie je niet in die booster zitten of zoiets dergelijks. Toch doet die nostalgische kermis in Tilburg nog behoorlijk goed, hè? Ja. Dus, 25, 30 jaar geleden zijn we hier ook mee begonnen, ook via de stichting. En ik moet eerlijk zeggen, ook weer heel veel gemeentes gaan daar ook weer naartoe. Langzaam gaan ze naar die nostalgie toe. Willen ze ook in nostalgie weer bij wijze van spreken. Ja, die hebben nou ook een... Het is gewoon... Waar Tilburg mee voorop loopt, dan komen naderhand de andere gemeentes mee na. En dat is gewoon zo. Dat is niet anders. Heeft de kermis nog genoeg toekomst, Bert? Ik denk het wel, ja. Ja, natuurlijk. Dat moet gewoon blijven. Het is een cultuur. En de cultuur moeten wij overdragen naar onze kinderen. Proberen. Ik heb het van mijn ouders. Heel veel mensen hebben het van onze ouders. En cultuur wil zeggen, wij moeten het van mijn ouders meenemen naar mijn kinderen. Of naar onze kinderen, nieuwe generatie. Dat is cultuur. En dan moet kermis blijven. Want we zien natuurlijk wel dat de entertainment verandert, hè?
behoeften. De mensen gaan, ja, het is continu in beweging, hè? Natuurlijk, het cultuur moet ook aanpassen, hè? Ja, natuurlijk, duizend jaar geleden was een heel anders iets. Maar wij weten het nog wel. We zijn toch wel... Ik had laatst iemand hier die zei, ja, we hebben nou die opslag van die atomen en zo. Zouden ze over 100 jaar nog weten waar die atomen ergens liggen? Nou, dat vraag ik me dan ook af. Als jij alle foto's bewaard bent, dan komt het wel goed. Ja, dat doen wij, hè. Heel veel foto's. Ja, ja. En die kunnen we hier allemaal zien? Ja, maar wat de kermis betreft wel. Zolang ik het nog kan doen, blijf ik het nog even doen. Laat maar even zeggen. En de kennis gaat niet verloren? Nee, want wij hebben alles, we hebben een hele mooie stichting en er zijn gedreven mensen. We hebben allemaal onze eigen taak. We hebben een kermishistoricus, die is bij uitstek. Die weet alles eigenlijk. En wij houden het allemaal heel goed bij en dat weten de mensen van de kermis ook wel. We zijn niet commercieel, maar we werken wel samen met de mensen van de kermis. Dat moeten we ook, vind ik. Jawel. Vandaag ging het over de geschiedenis van de kermis, met dank aan Bert van Houten. Ja, ja, misschien. Dat weet je nooit. Dat is toekomst, denk ik. Dankjewel, Bert. Graag gedaan.